Hoi, welkom bij deze video. En in deze video ga ik jou vertellen of het hebben van een krakende knie slecht is. Nou, je kijkt waarschijnlijk deze video omdat je wel eens last hebt van een krakende knie. Als je buigt of als je strekt hoor je een geluid waarvan je denkt van ja, dat is niet helemaal prettig. Het kan zijn dat het lijkt op het knoepen, weet je, of het kraken van wat je ook hebt als je je vingers kraakt. Maar het kan ook zijn alsof het voelt alsof er zand tussen je knie zit. Waardoor je echt een beetje een gruisend geluid hebt. Dat het in ieder geval niet zo prettig voelt en hoort. Je zult misschien wel herkennen dat andere mensen tegen je zeggen van hé, wat heb jij nou? Die knie die kraakt of die knikt heel erg. Nou, is dat nou schadelijk of is dat nou erg? Eigenlijk kan ik zeggen dat het meestal geen kwaad kan. Knieën en kraken en knikken en geluiden, dat is eigenlijk een huwelijk wat heel goed bij, of nou in ieder geval wat bij elkaar past. Ja, en wat is nou de oorzaak van dat kraken of dat knikken? Nou, als dit je knie is en dit je knieschijf, die knieschijf die loopt door een gultje heen. En soms kan het zijn als hij niet lekker door dat gultje heen loopt, dat hij dan eens een keer knikt of kraakt om weer recht te komen. En dat kan een geluid geven. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld het kraakbeen aan de achterkant van die knieschijf niet meer helemaal mooi glad is, waardoor het bewegen ook een geluid geeft. Maar het kan ook zijn dat het kraakbeen in de knie bijvoorbeeld niet meer helemaal goed van kwaliteit is, waardoor het een gruisend geluid geeft of een krakend geluid. Dat zou de oorzaak kunnen zijn. Maar is het nou erg? Nou, ik kan je zeggen dat het niet erg is. Het is misschien wel vervelend, maar over het algemeen is het geluid maken van je knie is niks ernstig en je doet er eigenlijk ook geen schade aan toe met je knie. Er zit wel één voorwaarde aan. Het mag geen pijn doen. Zolang het kraken, het knoepen, het gruisende geluid, het zand tussen de knieschijf, zolang dat alleen een beetje vervelend is of dat je zegt van ja, het maakt wel dat geluid, maar het doet geen pijn, dan is het geen probleem. Is het nou zo dat als jouw knie kraakt en je zegt dat is heel pijnlijk, dan is het eigenlijk niet zo goed. Dan moet je kijken of het door middel van rust of aanpassing van de belasting of dat eigenlijk dan verandert. En als dat binnen 2 weken eigenlijk niet anders is, dan zou ik altijd hulp inroepen van een fysiotherapeut of naar je huisarts gaan. Dus in deze video heb ik je verteld dat het kraken van je knie eigenlijk helemaal niet erg is. Hoogstens vervelend, zolang het geen pijn doet. En als het pijn doet en dus wel heel vervelend is, adviseer ik je naar een fysiotherapeut of naar een huisarts te gaan. Goed, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video en tot een volgende keer. Doei!